make a sandwich. Cheese on top. Hey jongens, ik ga nu een broodje halen bij de BP, mijn eerste broodje. Dit is ook echt een zaak waar ik al vaker kom, dus ik weet dat het heel erg lekker is. Maar toch ga ik hem in deze video even verwerken. En wie weet, hè, het kan altijd veranderen. Wat ik ook wil doen dit keer, ik ga allemaal verschillende broodjes testen, belegde broodjes. Ik ga niet steeds hetzelfde broodje testen. Dat vind ik minder leuk en ik vind het ook gewoon, ja. Zoals hier ga ik een broodje zalm halen, maar ik ga dus niet overal een broodje zalm halen. Wat ik ook wil doen is even voor jullie filmen. Ja, hoe het er nou uitziet, zodat je een beetje een indruk krijgt van wat de keuze is en hoe het precies zit en zo. Dus waar mogelijk ga ik dat doen. We gaan nu naar de BP. Ik neem jullie mee. Onre, Messi, Song. Een sandwich song. Ik test nu dus verse broodjes, maar misschien is het ook wel leuk om een keer van die kant-en-klare broodjes te gaan testen. Laat even weten of je dat wil zien. Oké, als het goed is het licht hier iets beter. Jullie hebben het gezien. Ik ben zo'n fan van de BP. Toen Ruben en ik deze broodjes ontdekten, elke keer hopen we dat we hier langskomen. Zo ziet je broodje eruit. Je zag dus dat er ook verschillende broodjes zijn. Ik kies altijd deze. En het is echt van het lekkere stevige brood. Hij is wel wat kleiner. Maar hij is heel zwaar, zeg maar. En dit is dan je broodje. Zelf hou ik heel erg van bruin brood. Maar bij zalm moet ik echt wit brood. Je hebt dus heel veel keuze. Je kan ook met eiersalade, hebben ze niet meer, hoorde ik. Maar met zalmsalade. Je kunt rucola of ijsbergsla. Ik heb een beetje peper erop. Kappertjes. En er zit altijd best wel veel zalm op. Het kan wel een beetje verschillen per persoon. Ik weet niet hoeveel hierop zit. Oh. Dit is gewoon net vers afgebakken. Dat proef je ook. Dit is zo lekker. Ik had ook echt heel veel honger. En die roomkaas is zo lekker ook. Echt genieten. Ik vind persoonlijk hier het beste broodje zalm ever. Echt waar. Oh, hij kost 4 euro. 4 euro. 3,99 betaal je hiervoor, hè? Lovely! Als je broodje van broodje zalm haalt, haal alsjeblieft deze bij BP Wild Bean Café. Er zit dit keer iets minder zalm op dan ik normaal heb. Maar nog steeds is het zo lekker. Het is ook niet echt nodig, meer zalm. Oh, en zou je trouwens meer willen? Dan durf je te vragen. Dan doen ze het meestal ook gewoon. Ik ben alleen vergeten te vragen of er komkommer erbij mag. Dat hoort er officieel niet bij, maar dat mag ook gewoon. Dus het is echt super chill. Heel erg aanrader. Ik zie jullie bij het volgende broodje weer. Ik weet niet wat het gaat worden. Hallo jongens, ik ben nu in Baarn bij mijn ouders. En voor de tweede test ga ik naar Bakkerbord. Ik ga daar kijken wat voor lekkere verse belegde broodjes ze hebben. En dat ga ik voor jullie testen. Dus kijk gezellig mee. Oké jongens, daar zit ik. Is speciaal voor jullie. Dit is zo raar. Ik sta gewoon op de oprit van mijn ouders. Ik ga zo wel echt weg hoor. Maar ik zei tegen mijn ouders, weet je wat, ik ga wel in de auto zitten. Want dat vinden mensen leuker voor het on-the-go gevoel. Dus ik had het ook binnen kunnen eten. Ik heb deze net gehaald. Ik heb een broodje carpaccio genomen voor 4,50 euro. En jullie hebben dus weer leuk kunnen zien wat je nog meer kunt nemen. En dat het ook uit bakken komt. En ik had ook gevraagd, kan je alleen de broodjes nemen die jullie hebben staan. Maar je kan eigenlijk alles nemen. En qua prijs kom je er dan wel uit. Of zo weet ik het niet precies. Daar hebben ze vast wel iets voor. Maar je kunt dus ook iets weglaten of iets anders. Gewoon alles wat in die bakken ligt. En ook andere broodjes. En volgens mij zit er wel weinig carpaccio op. Maar ik heb een keer eerder daar een broodje zalm gehaald. En toen vond ik het ook best weinig. Maar hey. Minder hoeft niet minder lekker te zijn. Ze doen er ook een honingmosterdillenachtig sausje op. Het valt er nu een beetje uit. Maar zo ziet hij eruit. Ook een paar pijnboompitjes. En daaronder zit dan pesto. Die zag er wel heel goed uit. Oh. Oké, deze eerste hap is heel lekker. Want er zit heel veel vlees. Ik moet zeggen dat ik heel erg van carpaccio hou. Maar ik vind vaak broodjes carpaccio niet zo lekker. Want ik het altijd. Het is zo dun, dat vlees, dat je bijna niet proeft. Maar die pesto is zo lekker erbij. Het zag er ook echt goed uit, kijk. Wel raar dat ze het zo, zeg maar, eroverheen laten hangen. Ik moet zeggen dat het heel. Oh. Als Ruben mij belt, hoor je dus dit, hè? Ruben, gezicht met hartvormige ogen. Oké. Doei. Oké, maar ik vind hem echt heel erg lekker. Het broodje is ook wel lekker vers. Het is natuurlijk ook een bakkerij. En doordat ze dat sausje erop doen, wordt het allemaal wat meer geheel. Ik denk zonder dat sausje dat het best wel droog zou zijn. Dus dat is wel heel slim. On the go. Want kijk, in principe zit er echt wel weinig op. Het waren echt 2 plakken of zo. Dat vind ik zelf best weinig.
Maar door die pesto eronder is het wel echt heel lekker. Die pesto is echt heel lekker ook. Ik zou deze zeker ook nog een keer halen. Ja. Als ik bakken... Het liefst zou ik wel, zeg maar, bijvoorbeeld 5 euro ervoor betalen dat er dan meer carpaccio op zit. Want ik vind het wel echt net een beetje weinig. Je proeft... Met mijn ogen dicht zou het bijna een broodje caprese kunnen zijn. Je proeft eigenlijk alleen, bijna alleen de pesto. Dus er mag voor mij echt wel wat meer carpaccio op. Maar hij is wel erg lekker, dus ook zeker een aanrader. Doei! Let's make a sandwich. Cheese on top. Hey jongens, dit is niet het beste licht ooit, maar het is 9 uur 's avonds. En ik moet het doen met dit lampje als je geluid hoort als de auto die aanstaat. Want als ik de auto niet aanzet, gaat de accu uit en kan ik niet meer wegrijden. Ik heb dus een broodje bij AH2Go gehaald, bij de Dam. En ik wist helemaal niet dat ze ook broodjes stoom hadden. Maar dit broodje kost €3,95. Zo ziet het eruit. En het ziet er echt best wel lekker uit. Wat ik altijd jammer vind bij AH2Go, is dat ze zeg maar altijd het beleg heel erg op één kant doen. Het broodje met filet americain ei. Er zit altijd het ei zeg maar echt aan één kant en het filet americain aan één kant. Ik ben benieuwd hoe dat bij deze is. Yummy. Dit is hem. Sorry voor het crappy licht, maar hey, ik ben on the go. Kijk, dit is het broodje. Zie je dat de roomke zeg maar echt op één kant zit? Lekker. Oh, hij is heel lekker. De zalm is al een beetje sterk en al die roomkaas spelt eruit. Zit hier ook roomkaas? Echt bijna niks. Dus je wil eigenlijk echt zo nasty met je vinger dit zo hier verspreiden. Oh. Deze kant is echt droog. Ik vind dat eigenlijk luiheid. Dus als iemand dit ziet van AH2Go, besteed 3 seconden meer en smeer het even beter uit. Het is toch veel lekkerder. Het is echt best wel een lekker broodje. Zeg maar het brood zelf. En het smaakt heel vers. En die komkommer erbij is echt heel lekker. Maar dit, zeg maar dit stuk, is gewoon bijna geen beleg. Dus dat is wel echt heel jammer. En er zit dus niet heel veel zalm op. Best wel weinig. Die van de BP vind ik wel echt beter belegd. Er zitten hier echt zeg maar 2 plakken zalm en dat zit dan alleen hier. Dus waar slaat dat op? Ondanks dat smaakt hij wel heel lekker. Dus ze moeten gewoon iets meer hun best doen om het goed te beleggen. En ik heb het echt vaker gezien hoor, bij AH2Go. Dus, nou, lekker makkelijk. Oké, jongens, ik kom naar deze sportschool en ik zat even na te denken dat ik het broodje eigenlijk niet zo lekker vond. Dus dat wou ik nog even eraan toevoegen. Ik was het nadenken tijdens sport, dacht ik, nee, eigenlijk vond ik hem helemaal niet zo heel lekker. Dus wel oké, maar ik zou hem zelf niet nog een keer halen. Terwijl die gewoon echt prima is hoor, maar als je het vergelijkt met die van BP, die is zoveel lekkerder. Dus. Cheese on top. Hoi jongens, ik heb nu een broodje gehaald bij de Subway. Sub of the day op donderdag en dat is de chicken filet. Ik heb een halve voor €3 en normaal is die €4. Cheese en oregano. En met alle groenten behalve ui, augurk en alles behalve ui, augurk en peper. En ik ken de Subway broodjes wel al. Ik weet al een beetje hoe het gaat smaken, maar zo ziet het eruit. Is het scherp? Lekker veel veggies. Ik vind het wel anders dan de andere belegde broodjes die ik heb geproefd. Want Subway is gewoon heel typerend. Een zacht broodje, een beetje lauw. En met al die groenten erop en zo. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen, want Subway is gewoon... Ik vind dat elk Subway broodje bijna hetzelfde smaakt. Lekker. Ik heb sweet onion saus erop. Voor mensen die Subway niet kennen, je kunt dus zelf kiezen welk broodje je wil. Welke lengte. Welke groente je erop wil, welk beleg je erop wil. Het is ook best wel betaalbaar of je er saus op wil of niet. Het smaakt super lekker. Ja, er valt niet heel erg veel over te zeggen. Hij is heel chill. Ik vind alleen wel een vers belegd broodje, zeg maar. Dat is niet echt dit gevoel. Zoals een broodje zalm of een broodje carpaccio. Vind ik met dit het anders. Maar het is gewoon heel lekker voor onderweg. En ik haal best wel vaak een Subway. Dus het is eigenlijk echt een super korte review. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik er verder over moet zeggen. Super lekker. Mocht hem aanzetten, dan kun je tegen beslagen doen. Dat ja. Steeds te eten. Oké. Okay. Doei. Oh, je kan ook kiezen voor gewone jonge kaas of pittige kaas. Ik heb pittig. Nu maken ze dan warm. On top. Oh, oh, oh. Let's make a sandwich. Hallo, ik heb een broodje gehaald bij Backwork in Almere. Ik weet eigenlijk niet, zit dat ook ergens anders? Ik neem aan van wel, toch? In Almere heb je in ieder geval er 2 in het centrum. En ik ga even kijken wat ik voor betaald heb. Ik geloof €3. Oh, €2,69 kostte dit broodje. Het is echt best wel veel keus en allemaal heel erg betaalbaar. En ik heb het heerlijke broodje. Ik heb hem al een keer gegeten. Ik ga het jullie laten zien. Met mozzarella. En een heel lekker soort van kaas- en pittenbroodje. Echt super lekker is deze. En er zit een soort... Ik dacht vroeger dat het boter was en ik lust geen boter, dus dan schrok ik. Maar een soort kruidige
bijna aioli-achtig, maar dan zonder knoflook. Een soort mayonaise. En dat zijn echt van die plastic en mozzarella plakken. Maar ik vind hem volgens mij altijd heel erg lekker. En sla en tomaat en kruiden. Het broodje zelf vind ik heel lekker, want die is echt heel knapperig. Is echt vers afgebakken. En wat erop zit is gewoon super lekker. Er is echt een heel lekker smaak in het brood. Dan is die mozzarella eigenlijk niet heel erg boeiend. Het is niet echt van die hele plastic mozzarella, maar ook niet de hele lekkere. Ik bedoel, in een restaurant zou je deze mozzarella niet krijgen. De tomaat is wel gewoon lekker vers, lekker, gewoon lekkere tomaat. En de kruiden erop zijn lekker en dat sausje is echt heel lekker. Dus je proeft wel dat het een goedkoop broodje is door de mozzarella. Maar ik zelf vind dat bij mozzarella niet erg. Maar je snapt wat ik bedoel. Je proeft echt dat het geen 7 euro kost of zo, dit broodje. Je hebt zeg maar van die extreem plastic en dat is dit echt niet, vind ik. Ik vind hem echt lekker. Ik zit te denken voor een verbeterpunt, maar ik vind de smaak echt... Totaal plaatje, de knapperigheid, de sla, alles. Ik vind hem echt heel erg lekker. Ik haal deze ook wel vaker. En de andere broodjes zien er ook best wel lekker uit. Maar die moet je natuurlijk gewoon zelf gaan proberen dan. Maar dit is ook echt wel een aanrader. Het is allemaal anders, weet je. Maar deze video is best lastig. Want uiteindelijk is het gewoon allemaal eigenlijk best wel heel erg lekker. Ik vind die van Aha To Go nog steeds het minst. Maar dat kan ook weer aan de zalm liggen. Want ik weet dat die met filet américain wel weer lekker is. Dus tot nu toe is alles prima. Maar... Ja, deze haal ik echt nog wel langer. 2,69. Dat is echt heel goedkoop. Super chill. En echt top als je een beetje budgetbroodjes zoekt. En toch vers. Let's make a sandwich. Cheese on top. Hallo, ik kom even in de kamer. Ik kom net thuis van Amsterdam Centraal. Ik had mijn camera niet mee, dus ik heb hier helaas geen beelden voor jullie gefilmd. Maar het is de HEMA, dus... Kijk zelf even bij de HEMA en dan weet je wat voor broodjes je daar kunt krijgen. Het broodje is 2 uur geleden belegd. Of zoiets. Kijk. Het ziet er weer mega lekker uit. Dit broodje kost 3 euro. Het is van de HEMA. En hoe werkt dit? Wauw. Wat top. Je doet het open. Het folietje is er meteen af. En je hebt een... Wat lekker. Je hebt meteen een bakje. Kijk even. Ik weet niet of het overal zo lekker belegd is, maar dit ziet er zo goed uit. Voor 3 euro. Wauw. Die pesto. Lekker. Het was lekkerder geweest als het zeg maar echt vers belegd was en niet 2 uur eerder. Er zit ook rucola op. Je proeft zeg maar dat het dan iets langer ligt doordat het dan een beetje is ingetrokken. Ik vind alleen het broodje. Het broodje zelf ziet er heel lekker uit, maar hij smaakt niet heel erg vers. Hij smaakt een klein beetje oud, vind ik. Maar het beleg is mega lekker. Even de mozzarella nu. Er zit echt veel op en er zit ook veel pesto op. Het is echt een heel goed luxe topbroodje. Je had nog filet américain, je had kaas, je had ham. Je had iets van 8 broodjes denk ik. Dit vond ik wel de bijzonderste. Je had niet zalm of zo. Het waren best wel basic broodjes. En het is echt een topverpakking. Dus ja, dus zoals ik al zei, het broodje zelf vind ik een beetje moe. Terwijl het volgens mij wel een heel lekker broodje is. Dus het zou chiller zijn als het echt vers belegd was en niet 2 uur van tevoren. Want je proeft dus dat het al heel eventjes ligt. Maar het beleg, heel lekker. Veel pesto, goede pesto. Veel rucola, veel mozzarella, veel tomaat. Top. Ik weet niet of dat bij elk video zo is, maar deze is echt goed belegd. Dus. Let's make. Nou jongens, het is echt al lang geleden dat ik mijn laatste on-the-go broodje heb getest. Er is dus een probleem. En we moeten even kijken hoe we eruit komen. Misschien hebben jullie tips of zo. En dat is dat ik sinds anderhalve week veganistisch eet. Niet ben, maar eet. En ik wil dat heel erg graag. Dat doe ik niet in deze video die uitleg. Maar wat erop neerkomt is dat ik dan dus heel veel dingen niet meer kan testen. En dat is een reden waarom ik niet veganistisch zou willen eten. Maar ik voel me er goed bij, dus ik wil het zeker nu gewoon nog heel goed volhouden. Maar er is niks veganistisch. Alles bevat iets van dieren. Alles. En dat probleem ga ik dus nu vaker hebben. Dus ik weet niet hoe ik deze aflevering ga afmaken. En ik weet niet hoe ik verder ga. Want natuurlijk kan ik broodjes falafel gaan testen. Of patat, wat wel veganistisch is. Maar dat houdt ook op een gegeven moment. En ik kan ook een video maken met alleen maar veganistische dingen. Maar ja, daar kijken jullie misschien niet voor. Dus die struggle, daar zit ik nu mee. Dus dat wil ik heel even meedelen. On top, ham on top, egg on top. Oh oh oh, let's make it. Hey jongens, ik had het echt niet verwacht. Maar ik heb nog een broodje kunnen vinden dat ik kan testen. Ik ging namelijk nog even naar de broodzaak. Daar wilde ik steeds al heen, maar die was steeds al dicht. Nu was die open en ik dacht, het zal wel niet. Maar ze hadden dus een
veganistisch broodje. Dat wisten ze zelf niet eens. Maar het is een broodje met hummus, bieslook en avocado. Ik heb nog nooit hummus en avocado gegeten samen. Het is €3,95. En ik ben echt heel erg benieuwd. Echt heel benieuwd. Ik denk dat er heel veel knoflook in zit. Zo ziet het eruit. Ik hoop dat die avocado wel nog groen is. Wauw. Rijkelijk belegd hoor. Dat vind ik wel echt sorry hoor. Zoveel hummus doe ik ook echt op één boterham. Ik denk dat het heel droog gaat zijn. Dat is wat ik nu denk. Vind ik wel heel jammer voor €3,95. Daar kan ik 2 bakken hummus voor kopen. Oké, het gaat heel erg kruimelen. Oké, het broodje zelf is wel echt heel lekker knapperig. Ja, het is echt heel erg droog. Het is echt zo'n poederbroodje. Nou, ik moet zeggen, ik zou er 2 keer meer op doen. Maar het is wel lekker. Kijk, het broodje zelf is ook gewoon wel lekker. Ik vind het zelf heel gek dat er ineens avocado op zit. Moet je ervan houden. Ik hou er persoonlijk niet echt van. Maar ik ben wel heel erg blij dat er in ieder geval een vegan broodje te halen is. Mocht ik nu niet vegan zijn, dan had ik gezegd dat ik het broodje heel lekker vind. Want het is echt een lekker broodje. €3,95 is prima. Op zich wel relatief duur als je het vergelijkt wat je bijvoorbeeld bij de BP op je broodje krijgt. Maar ik vind echt dat er gewoon te weinig beleg op zit. Voor de smaak te weinig, maar ook voor het geld vind ik het net te weinig. Maar het is wel een prima broodje, maar gewoon mega saai. Dus dat is mijn mening hierover. En ik denk dat dit nu het laatste broodje is dat ik test in deze video. Dus dan zie ik jullie denk ik zo bij de afsluiting. Oké, dan ga ik hier bij de video afsluiten. Veel mensen vragen altijd of ik een eindorde wil geven. Maar ik vind dat zelf toch niet zo handig. Want de video wordt daardoor heel lang en eigenlijk heel dubbel. Want ik heb eigenlijk bij elk broodje precies verteld wat ik ervan vond. En als ik dat nu ga samenvatten, dan zeg ik exact hetzelfde. Ik zou cijfers kunnen geven, maar dat vind ik ook best wel lastig. Dus weet je, het ene broodje was het broodje lekkerder, de ander was het beleg lekkerder. De ander was het luxer, de ander was het juist niet luxe, maar wel gewoon mega lekker. Of zit er een sausje op of wat dan ook. Dus je moet gewoon echt... Hallo? Je moet gewoon echt luisteren naar wat ik zeg. En dan kun je kijken naar wat ik zeg en wat jou het meest aanspreekt. En je hebt ook gewoon nu een beetje een kijkje kunnen hebben, kunnen nemen in wat er allemaal is. Dus vond je deze video leuk, dus zeker je duimpje omhoog, ook voor een nieuwe on the go. Mocht je ideeën hebben voor een nieuwe on the go, misschien ook vegan, laat het even weten. En ik weet niet wanneer er een nieuwe on the go komt, maar ik ga in ieder geval weer ermee aan de slag. Dus heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgend weekend. Nee, ik zie jullie door de week, aankomende week, met een nieuwe vlog. Ruben, ja. Mega aso. Doei. Ik wil er aan opdenken. Ham on top, egg on top. Oh, 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 let's make a sandwich.